De ontwerpwet financiële voorzieningen van ministers en onderministers, die in 2014 is ingediend, is gisteren in commissieverband behandeld in de Nationale Assemblée. Deze wet zal, indien zij wordt aangenomen, het pensioen van ministers uit de periode van de staatsgreep, de zogenaamde Riffel-ministers, veiligstellen. Bewindslieden die hebben gediend in de tijd krijgen momenteel geen pensioen omdat de regering Venetiaan deze wet in 1994 heeft aangepast. Er werd toen afgesproken dat alleen ministers die na algemene, vrije en geheime verkiezingen waren aangesteld recht hebben op een pensioen. Rosselli Cotino, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zegt dat de Riffel-ministers worden benadeeld. Ze pleit daarom dat deze groep ook in aanmerking komt voor de pensioenregeling. We mogen uiteenlopende meningen hebben en ook uiteenlopende meningen op nahouden over de periode van de revolutie. Maar feit is dat er toen ook ministers waren. Er waren ook ministers aan het bewind en deze ministers hebben rechtsgeldige besluiten genomen. Deze besluiten zijn niet teruggedraaid. Tot op heden niet. Trouwens, ik vraag me af als we dat ook zouden kunnen doen. Ik denk het niet, voorzitter. Dus waarom zouden we een onderscheid maken in ministers die hebben gediend als resultaat van een gehouden verkiezing en ministers die op een andere wijze gediend hebben in hun ambt? Of aan een andere wijze aan de macht zijn gekomen? Voorzitter, als er mensen zijn die een denkbeeldige scheidingslijn willen trekken, omdat ze het niet eens zijn met de revolutie of met de wijze waarop de ministers toen aan de macht zijn gekomen, dan moet deze lijn in feite worden doorgetrokken. Dan zouden we in principe alle besluiten die toen genomen zijn ongedaan moeten maken. Commissielid Krishna Mathura kan zich niet terugvinden in de nieuwe ontwerpwet. Ze vraagt zich af wat de noodzaak is voor deze aanpassing in de wet. De vraag die bij mij opkomt is, wat is de noodzaak dat er dan voor een groep mensen, en in dit geval niet de minst bedeelden in die samenleving, want hier wordt constant gepredikt dat brede schouders de breedste lasten moeten dragen, zeker in een crisis, dan is mijn vraag aan de minister, wat is de noodzaak voor deze groep om hun pensioen in orde te maken? Parlementariër Krishna Mathura gisteren tijdens de openbare commissievergadering. Zij is tegen de aanpassing van de ontwerpwet financiële voorzieningen ministers en onderministers. De aanpassing houdt in dat ministers die hebben gediend in de periode van de staatsgreep wel in aanmerking komen voor een pensioen.